Maar de eerste vraag is of ik die pil wel wil testen. Onze eerste vraag is altijd, kan het echt niet anders? Je moet gewoon blijven kijken, wat willen we als mensen, wat willen we in de gezondheidszorg? Als we op korte termijn maar een dierproefvrije wereld willen, dan zullen we als gemeenschap moeten accepteren dat er voor sommige ziektes geen geneesmiddelen zullen komen. Stel, we hebben een pil ontdekt die helpt tegen hoofdpijn. Een fantastische pil, we weten zeker dat die werkt. Ik weet alleen niet zeker of die veilig is. Ik wil hem testen op veiligheid. Het risico dat je loopt als je het bijvoorbeeld als dier of als mens inneemt, is dat je er een dag heel erg misselijk van zou kunnen worden. Ga je dat op een van deze dieren testen? Of misschien in de reageerbuis of met een computerprogramma? Hoe zou jij dat willen testen? Nou, ik denk dat misselijkheid testen in een reageerbuis, dat wordt heel moeilijk. Ik zou zeker eerst het computermodel, als dat inderdaad die misselijkheid kan aantonen, zou ik dan als eerste nemen. Met een computermodel, daarvoor gebruik je gegevens van dierproeven. Dus uiteindelijk kan je wel de nuance opzoeken, misschien met behulp van een model, maar het computermodel staat duidelijk naast de dierproeven. En als je je computer vult met data van de mens, van observaties van vele jaren, kun je het ook veel beter voorspellen ook wel hoe een mens reageert. Er zijn nog heel veel pillen tegen hoofdpijn. Wat is er eigenlijk nieuw aan deze pil? Is het migraine of is het gewoon een hoofdpijn nadat men wat te veel gedronken heeft de avond ervoor? In het laatste geval hoofdpijn na iets wat je zelf veroorzaakt hebt. Zou ik zeggen, daar gaan we geen pilletjes voor ontwikkelen. Daar gaan we zeker geen dierproeven voor doen. Als het risico één dag misselijk is, misselijkheid, en dat weten we van tevoren, dan zie ik niet in waarom we daarvoor dieren zouden moeten gebruiken in plaats van misschien gewoon mensen testen. Vergeleken met de hoofdpijn ben je dan sneller geneigd om te zeggen, oké, ja, als het dan getest moet worden op dieren, dan moet dat maar. Onder het motto, ja, als ik moet kiezen tussen een medemens overleven of een mederat overleven, dan kies ik voor een medemens. Onze eerste vraag is altijd, kan het echt niet anders? En heb je eraan gewerkt om het anders te testen? Kunnen we daarbij helpen? De ene kanker is niet de andere. De mate van pijn die je hebt is niet bij elke soort hetzelfde, dus daar moet je dan naar kijken. Maar wat wordt eigenlijk de last voor het dier? En natuurlijk, als je een ernstige ziekte bij de mens gaat onderzoeken, dan zal het dier ook een stuk van die ziekte moeten ondergaan. En zal het ook voor het dier ernstig zijn. Hoofdpijn zitten heel veel mensen thuis, zeg maar. Of hebben heel veel meer mensen last van. Maar ook economisch een probleem kan zijn, omdat die mensen niet werken. Terwijl voor dit medicijn is de ziekte ernstiger. Dus dat is ook weer een afweging, zeg maar. Kanker is een ziekte waar we nog heel weinig geneesmiddelen voor hebben. Heel veel mensen hebben er last van of kunnen er last van gaan krijgen. Het is een hele heftige ziekte. In dit soort gevallen vind ik een proefdier acceptabel. Dan is het een technische vraag. Welke? Het is heel moeilijk om te zeggen, een hond is meer waard dan een muis en een muis is meer waard dan een vis. En een aap is weer meer waard dan een hond. Voor ons werk maakt het niet uit wat voor soort dier er gebruikt wordt. Het is een dierproef, dus ook als het een fruitvlieg is. En als je naar ons toe komt met een voorstel, ik ga honden vervangen door muizen, dan zijn wij nog steeds, zeggen wij, dat is geen vervanging in onze ogen, dus kunnen wij nog steeds niet steunen. Ook dieren waarvan we denken dat ze eigenlijk lager in de rangorde staan, zoals ratten en muizen, dat hoe beter we die leren kennen, hoe meer compassie we voor ze gaan voelen. Ja. Omdat ze ook heel intelligent en heel met gevoel leven. Ja. En daardoor niet anders zijn dan een hond of kat of een paard. Als we op korte termijn naar een dierproefvrije wereld willen, dan zullen we als gemeenschap moeten accepteren dat er voor sommige ziektes geen geneesmiddelen zullen komen. Wat we wel doen op dit moment om de vertaalbaarheid naar de mens beter te maken, in ieder geval van de proefdiervrije technieken, is om veel meer materiaal te gebruiken wat van mensen afkomstig is. Ja, zoals bijvoorbeeld organoids, wat dan mini-orgaantjes zijn, gekweekt uit menselijke cellen.
Die blijken heel goed na te bootsen wat er echt in een mens gebeurt. Dus die kunnen we gebruiken voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van kankermedicijnen. Maar ook bij andere soort medicijnen. We hebben nu organoids die kijken naar bijvoorbeeld virusonderzoek. Om te kijken van hoe gaat zo'n virus nou het menselijk lichaam binnen. Als je, als je de leverziekte bestudeert, daarvan weten we al dat er ook de darm... bacteriën daar een hele belangrijke rol spelen. Dus heel veel van de mechanismen die doen we zeg maar in een schaaltje, in vitro, in het lab kunnen we die bestuderen. Maar daarna willen we toch weten van hoe communiceert die lever dan met die darmbacteriën? En hoe brengt het darmbacteriën dan weer het signaal terug naar de lever? Dus ja, dat kan je eigenlijk niet gewoon meer in een schaaltje doen. Daar heb je gewoon een heel organisme voor nodig. Daarom spreken we het liefst over de drie V's. Vervanging, vermindering en verfijning van proefdieren. Dus vervanging is duidelijk, hè? Dan wil je het zonder proefdieren doen, een antwoord krijgen op een wetenschappelijke vraag. Vermindering betekent je wil zo min mogelijk proefdieren gebruiken en toch een relevant antwoord krijgen op je vraag. En verfijning betekent gewoon we moeten het ongerief van het proefdier zo laag mogelijk houden. Dus ik denk dat er nu wel degelijk een beweging is waarbij we steeds meer op andere manieren gaan onderzoeken. Zeker veel meer gebruik maken dan dat. Dat we tot nu toe deden van allerlei kennis die we hebben over ziektes bij mensen. Dat er een tussenperiode komt dat we alles op die manier gaan bestuderen dan het even uitproberen in dieren. Maar dan hebben we het over veel minder dieren. En als het goed is weten we dan zoveel dat we ook weten wat er gaat gebeuren. En akelige dingen gebeuren dan veel minder. Er kunnen processen in ons lichaam zijn die op de werking van dat geneesmiddel een effect hebben die we nog niet goed kennen. En dat is een van de redenen waarom we vaak nog in proefdieren testen. Een andere reden is dat we ook voor dieren zelf geneesmiddelen ontwikkelen. En dat kan je nooit proefdiervrij doen, want op een gegeven moment moet je toch in het dier zelf het geneesmiddel gaan testen. Dus ik denk zeker dat het veel meer aandacht moet komen voor proefdiervrij onderzoek, proefdiervrij innovatie. En dat uiteindelijk... de toekomst gaat zijn. Je moet gewoon blijven kijken wat willen we als mensen, wat willen we in de gezondheidszorg. En dat dan het uitgangspunt moet zijn. Wat wil je met gezondheidszorg? Hoe ver wil je gaan? Weet je, de hoop is eigenlijk voor mij dat je het straks allemaal hiermee kan doen en dat je nauwelijks bij hen uitkomt. Dat verwacht ik ook wel. Dat je echt heel zeker kan weten en dat je hoogstens gaat zeggen even voor de zekerheid en dat er eigenlijk nauwelijks wat gebeurt. Er is heel veel nog om aan te werken en dus in mijn veld gehoorverlies. Ik denk dat je eerst daarnaar moet kijken. Wil je inderdaad verder gaan met de verbetering van de gezondheidszorg?